En Mick, ik mag het weer zeggen, want wij hebben weer opnieuw visite. Ja, inderdaad. Het is weer tijd. We hebben weer visite. En eigenlijk zoals we dat eigenlijk vaker doen, richten we het woord eigenlijk op onze gast van vandaag en zeggen we een hele goede morgen. Een goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie ben je? Ik ben Jeroen Klenkers. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. En ja, Jeroen, er valt direct iets op als jij hier binnenkomt. Binnen 2 seconden, want jij bent helemaal in het oranje. Ja, dat klopt. Ik denk dat dat wel iets verklapt. Ja, ik ben al, in welke hoedanigheid dat je hier bent? Ik ben al heel wat jaren fan van het Nederlands elftal. De mannen en de vrouwen, maar met name de mannen. Ja, maar ook de vrouwen, ga je daar ook? Daar ga ik ook in, niet zoveel als de mannen. De mannen mis ik de laatste 12 jaar helemaal niks meer van. Mm-hmm. De vrouwen ga ik in wanneer het echt uitkomt. Ja, want wij waren net buiten de uitzending aan een beetje aan het praten met elkaar. En neem de luisteraar ook eens een beetje mee en wie Jeroen is. En dan heb ik het vooral over op het gebied van oranje. Ja, ik ga al vanaf 1994 naar het Nederlands elftal. Die passie is begonnen in 1988 toen Nederland Europees kampioen werd. Vanaf die tijd ben ik ze op televisie gaan volgen. En in 1994 was het WK in Amerika. Daar was ik niet bij. Maar die wedstrijden heb ik allemaal gekeken. Die waren allemaal 's nachts. En toen had ik voor mezelf zoiets van, ik wil er zelf ook eens heen naar de wedstrijden. En toen ben ik vanaf eind 1994 live de wedstrijden thuis gaan bekijken. Nederland moest op een gegeven moment een beslissingswedstrijd spelen voor het EK in 1996 van Engeland. En die was in Liverpool tegen Ierland. En daar ben ik live bij geweest. Dat was mijn eerste uitwedstrijd en daar was ik helemaal besmet. Daar is het echt begonnen? Daar is het echt begonnen. Qua sfeer, uitwedstrijden hebben toch iets speciaals dan de thuiswedstrijden. Ons thuispubliek is eigenlijk mat. En daar bedoel ik mee qua zingen en sfeer maken. Als wij de uitwedstrijden hebben, dan is dat echt gewoon één groot feest. Hey, en in een thuiswedstrijd van het Nederlands elftal, waar sta jij dan? Wat is jouw plek? Ik zit meestal op de lange zijde vooraan aan het veld, zal ik maar zeggen. Net niet erop. Dan kan je het beste zien, hè? Ja, daar heb je het mooiste overzicht. Ja, ik vind dat zelf ook altijd. Als ik eens een keer naar een voetbalwedstrijd ga kijken, mijn vriend zit altijd ergens op een kopse kant, zeg maar, bovenaan achter een net. Ja, dan ben ik weg. Dan, ja, ik vind dat ook verschrikkelijk. Dan heb ik geen idee meer waar de bal naartoe gaat. Dus inderdaad, de lange zijde heb ik toch veel liever. Ja. Ik heb een seizoenskaart bij Fortuna. Ik durf dat bijna niet hardop te zeggen, geleden. Maar, en dan zit ik ook op de lange zijde, eerste rij, echt op de middenlijn. Ja, en niet gek. Op de middenlijn. Want het is wel zo, als je hoger zit, dan zie je het tactisch wat meer. Maar als je echt het wil beleven, dat je eigenlijk op het veld staat, dan moet je vooraan zitten. Hey, en hoeveel wedstrijden van Oranje heb je inmiddels gezien? Ik heb er nu 220 gezien. 220? Waarvan dus ook een heel aantal in het buitenland. Ja, dan zitten er heel veel bij in het buitenland. En vanaf 96 heb ik geen enkel toernooi meer gemist. En dan gaan we nu, hè, want het is lekker vrijdagochtend. Dus iedereen zou graag willen dat we wat trauma's gaan herbeleven. We gaan even terug naar 2010. Ja, dat was Zuid-Afrika. Daar was ik ook bij. Hoe was dat? Ja, hoe was dat? Daar zat een stadion van 99.000 mensen. Geweldige sfeer, geweldige dag ook. Wij hadden zelf niet echt het idee dat wij van Spanje konden gaan winnen. Want Spanje was toen echt gewoon veel beter. Maar we waren natuurlijk heel trots dat ze gehaald hadden. En dan heb je wel hoop, hè, dat ze die beker mee naar huis gaan nemen. In het stadion beleefden we de wedstrijd niet zo goed. Na de hand nog een stap teruggekeken. Daar hadden we echt zoiets van, oké, we hebben maar met 1-0 verloren. We zagen natuurlijk wel dat we er kort bij waren. In de 116e minuut, hè, wil ik iedereen eraan helpen. Ja, ik moet zeggen, toen het zo lang doorging, toen hadden we wel zoiets van, we kunnen die beker misschien toch pakken. En dit was ook een wedstrijd. Degene wat scoorde, die had de beker. Wat de 1-0 maakte, die zou hem hebben. Zo voelde je dat ook aan. Nou goed, we verloren. En dan zul je in eerste instantie denken van, daar zit je met tranen met tuit op de tribune. Want dat heb ik heel vaak gedaan, daar gaat het niet om. Maar daar zaten we eigenlijk meer vol trots voor van, we zijn niet weggespeeld. We hebben ons goed geweerd. En zo zijn we ook, we zijn eigenlijk zingend met het Nederlands publiek naar buiten gekomen.
Maar ja, toen ik 2 maanden later de wedstrijd thuis op televisie terugkeek en zag hoe kort we erbij zaten, ja, toen heb ik wel 3 maanden slechte zin gehad. Ja, dat geloof ik wel. Dat had impact. Oh, ja, ja, ik heb hem daarna ook 2 jaar niet meer gezien en ik mocht hem ook niet meer terugzien, want ik was heel chagrijnig. Ja, ik moet ook zeggen, ik voel hem ook nog wel altijd hoor. Dat deed echt, dat was een moment dat... Ja, maar 98 zaten we er ook heel kort bij. Dat... Ja, dat is zeker waar. Hey, en komend jaar, Duitsland, ja, is een stuk dichterbij dan Qatar. Dus ik neem aan dat je erbij bent. Ja, alles is geregeld. Hotels zijn geregeld, kaarten zijn allemaal geregeld. Dus we hebben... Maar dan heel even voor mijn beeldvorming. Ja. Regel je dat dan alleen maar voor de groepswedstrijden? En dan, nee, voor alles. Ik heb alles geregeld tot en met de finale. Het is alleen zo... Met annuleringsverzekering. Nee. Het is zo, je moet lid zijn van Ons Oranje. Dat is een supportersclub. Ja. Hoe meer wedstrijden je gaat, hoe meer punten dat je krijgt. Krijg je voorrang, toch? Dan krijg je voorrang. De top 200, dus de eerste 200 supporters, die krijgen alle kaarten. Nou, daar zit ik in. Ik kom eigenlijk net 1 punt tekort, dan heb ik alle punten. Mm-hmm. En dan kun je alle kaarten bestellen en dan krijg je eigenlijk follow your team tickets. Dat wil zeggen, op het moment dat Nederland doorkomt, krijg je die kaarten pas. Okay. Dus je moet ze wel van tevoren kopen. Mm-hmm. Maar op het moment dat Nederland zich niet plaatst, krijg je die kaarten ook niet. En dan krijg je het geld gewoon weer terug. Oh, dus dan krijg je het ook gewoon... Ja. Oh, dat is wel een handig systeem wat ze bedacht hebben dan. Ja, fijn voor de trouwe supporters, want daar gaat het natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat je gewoon erbij wil zijn en je clubje wil steunen. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. En als je nu terugkijkt op al die jaren, was er dan ook 1 wedstrijd of 1 land waar je bent geweest waarvan je zegt, dat vergeet ik nooit meer? Dan begin ik meteen bij de eerste. Dat was in 1995, beslissingswedstrijd in Liverpool, Nederland-Ierland. Wij zaten daar in een vol stadion met heel veel Ieren. Toen het nummer You Never Walk Alone gezongen werd, daar krijg ik nu nog steeds kippenvellen van als ik dat nummer hoor. Wat het mooie eraan was, wij wonnen met 2-0. We speelden die Ieren eigenlijk weg. Na de wedstrijd begonnen die Ieren Hup Holland te zingen. En zijn de Nederlandse spelers uit het kleedlokaal teruggekomen. Die hebben een eerronde gelopen. Daarna zijn de Nederlandse supporters Hup Ierland gaan zingen. Die zijn de Ieren ook terug op het veld gekomen. En eigenlijk samen zijn die spelers de catacomben weer in gegaan. En toen wij buiten kwamen, sprongen die Ieren ons in de nek. Niet om ons neer te slaan, maar om ons te feliciteren. En te zeggen van jullie hebben goed gespeeld en verdiend gewonnen. En dat is één van de mooiste wedstrijden. Ja. Nou, er zijn meerdere mooie wedstrijden. Natuurlijk de finale en eigenlijk de halve finale in Zuid-Afrika. Die was eigenlijk veel mooier. Nou, weet je wat, Jeroen? Ja. Dan wil ik het daar zo meteen over hebben. Dat is goed. Ja? Dan gaan we eerst even luisteren naar Litouwers. Ja, een andere versie heb ik niet. Nee. You never walk alone. Storm. Hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and a sweet silver song of life. Walk on through the wind. Walk on. Low.
Sours and You Never Walk Alone. Ja, hallo. Dat zeg ik. Ja, ja. Dat zeg ik. Goedemorgen, 9:30 op vrijdag 15 december. En we zijn hier met Jeroen. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Je ging net vertellen over het WK in Zuid-Afrika, de halve finale. Ja, de halve finale, daar hadden wij natuurlijk gewonnen met 3-2. Wie was dat ook alweer dat we gewonnen hadden in de halve finale? Ja, ik was er net aan het denken. Ik denk als hij me dat nog niet gaat vragen. Ik weet het niet meer. Welk jaar zaten we ook alweer? 2010. Ja, dat is eigenlijk heel slecht. Normaal. Uruguay, ja, klopt. Uruguay. Ja. Dat was tegen Uruguay inderdaad met Suarez. Die was die wedstrijd overigens niet erbij, die was geschorst. Wij wonnen die met 3-2. En wat het mooie daaraan was, na de wedstrijd, tot 3 kwartier na de wedstrijd, waren wij nog de Polonaise in het stadion aan het lopen. Het hele stadion was leeg. Alleen de Oranje supporters, het Oranje vak was er nog. En we waren het feesten aan het doen, zaten daar manier erbij. Eén grote sfeer. En op een gegeven moment waren de stewards die waren er klaar mee. Die hadden zoiets van, jongens, we moeten het stadion uit. Het moet opgeruimd worden. Dus op een gegeven moment kwamen de politie en wat beveiligers. Die kwamen op een nette manier, moet ik zeggen, naar beneden toe. En die kwamen in een rechte rij staan. En die brachten ons, zal ik maar zeggen, naar buiten toe. Mm-hmm. Naar buiten het stadion. En er waren nog 5-6 supporters die waren nog net niet uit het stadion. Zien die op een gegeven moment de spelers van de Vaart, Robben, Kuyt. En Sneijder het veld opkomen. Dus er roept ene, daar komen de spelers. En die Oranje supporters die horen dat, die draaien zich om. En in één rechte streep, woef, binnen een minuut was dat hele Oranje vak weer helemaal vol. Oh. Dus die stewards en die politie die stonden echt zoiets van, wat gebeurt hier? En toen hebben wij vervolgens nog een half uur met de spelers daar de Polonaise gelopen en gefeest. En vervolgens zijn we daarna wel braaf het stadion uitgegaan. Maar die gezichten van die stewards die waren wel erg mooi om te zien. Maar wat fantastisch. Dat zijn nou echt van de verhalen die hoor je op tv niet. Nee, dat precies. Dat zijn echt de inside information. Daar moet je bij zijn geweest eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja? Dat hoe klopt. Ervaren die spelers dat dan? Dat die daar nog na 3 kwartier nog het veld op komen om uit te lopen, noem het maar op. Jullie zijn daar nog allemaal. Ja, ik moet zeggen, bij bepaalde wedstrijden reageren ze daarop. Het ligt ook een beetje aan die situatie. Kijk, dit was natuurlijk, ze hadden die finale hadden ze gehaald. En dan zijn hun natuurlijk ook helemaal in jubelstemming. Ja. Ik ben ook een jaren daar geweest. Hè. De jaren dat Nederland zich niet geplaatst heeft voor toernooien, ben ik ook gewoon blijven gaan, de uitwedstrijden. En dan zaten we op een gegeven moment nog maar met 100 man in een vak. En dan komen de spelers ook nog wel naar ons toe. Maar over het algemeen is het meestal even vanaf het veld bedanken, klappen en dan zijn ze weg. Dat is op zich wel jammer, maar ja, goed, we doen het er wel mee. Heb je al eens persoonlijke interacties met spelers gehad? Ja. Toen in de tijd met Kluivert, met Sneijder en met Van der Vaart. Ja, leuk zeg. Ja. Superleuk. Ja. Hey, ja, en ik had eigenlijk nog één vraag, die stelde ik net buiten de uitzending om. Je hebt ook een baan, je werkt ook. Ja. Wat vindt je baas hiervan? Ja, ik ben eigen baas. Dus ik kan altijd op tijd verlof aanvragen en het wordt altijd goedgekeurd. Oh, dat scheelt. Ja. Dat is heel fijn, ja. Ja, ja. Ja, en daarnaast heb je ook iets meegemaakt wat heel ingrijpend is geweest. Ja, ja, dat klopt. Want hoe is het nu met je? Kun je vertellen wat er toen gebeurd is? Zover je dat wil, hè? Ja, zeker. Daar heb ik geen problemen mee. Onder de wedstrijd Nederland-Argentinië. Ik ben ook in Qatar geweest 2,5 week. En de kwartfinale hadden wij van tevoren afgesproken om terug naar Nederland te komen, die in Nederland te kijken en dan weer naar Qatar af te reizen. Daar hadden we ook alles voor geregeld. Toen speelden ze tegen Argentinië. Daar heb ik nog een tijd getwijfeld om toch niet daar te blijven. Maar uiteindelijk, de kinderen misden me heel erg. Dus, en ik had het beloofd, dus toen ben ik ook teruggekomen. En die wedstrijd heb ik thuis gekeken. En toen de 2-2 viel, heb ik een bepaalde prikkel in mij gekregen, waardoor een hartinfarct is ontstaan. Zo. Dat hele spel dat heeft 3 kwartier geduurd. En uiteindelijk ben ik ook echt volledig weg geweest met een hartstilstand tot gevolg, reanimatie. En 4 keer schokken. Na 7 minuten hebben ze me weer in de praat gekregen. Zo. Wat een verhaal. Maar onder de wedstrijd, toen het hartinfarct begon en de ambulance er was, had ik overigens niet in de gaten dat het een hartinfarct was. Mochten ze de tv van mij niet uitzetten. Ik heb alles afgekeken, ook de penalties. En een paar minuten daarna ben ik schijnbaar weggezakt. Zo. Ja, prioriteiten.
Ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Ik moet zeggen, ik slaap er ook niet slecht van. Ik sta op zich heel nuchter in het leven. In de zin van, ja, als het gebeurt, gebeurt het. Ik ben heel blij dat ik er nog ben. Ja. En dat ik weer mooi mag genieten van het voetballen. Het heeft wel een behoorlijke impact op je lichaam. Je conditie en alles was weg. Maar nu de laatste 3 maanden geniet ik weer volop van het leven. En ga ik ook weer naar alle wedstrijden. Overigens, zelfs in die periode heb ik de wedstrijden ook niet gemist. Dat is het enige wat ik nog geprobeerd heb om te doen. Maar ja, de laatste 3 maanden ben ik weer vol aan het werk. En doe ik eigenlijk weer alles. Ja, en nou, wat mooi om te horen. En we zeiden het er straks al, Duitsland dit jaar ben je gewoon bij. Ja, Duitsland gaan we zeker naartoe. We hebben alles geregeld. De kaarten zijn klaar. Hotels is allemaal geregeld. Dus we hebben er heel veel zin in. Ben je eigenlijk ook nog clubsupporter of alleen landsupporter? Nou, ik ben ook nog wat clubsupporter. En ik zie daar een trui staan. Die hebben we dit jaar wat minder. Sandra haakt af. Maar ik ben PSV-supporter. Sandra, jij haakt af toch? Onze liefstallige Sandra ook. Ja, dat is mooi. Ik heb daar pas geleden nog mooie t-shirts van laten maken. Daar stond een of andere stand op. Er stond PSV helemaal bovenaan. En Ajax, ja, we moeten snel door met het programma trouwens. We hebben je net gevraagd van... nou je toch hier bent, daar willen we ook een liedje voor je draaien. We dachten nog aan het Duits volkslied. We dachten eigenlijk nog aan van alles. Maar we gaan toch voor André Hazes. Waarom deze? Waarom deze plaat? Waarom deze plaat? Die plaat die is natuurlijk uit 1988, toen Nederland Europees kampioen werd. En dat is een plaat wat heel veel gedraaid wordt, ook onder de wedstrijden of als wij naar de wedstrijden toe gaan. En ja, ik vind het een geweldige plaat. En sterker nog, deze plaat moet ook op mijn begrafenis gespeeld worden, gedraaid worden. Mondig, dus, die zit diep dan? Die zit diep, ja. Ja, nou Jeroen, heel hartelijk bedankt dat jij hier bij ons op bezoek kwam en jouw verhaal wilde doen als echte Oranje supporter met alles wat je hebt meegemaakt.